We zijn op het Jongverkennerkamp hier. Vandaag is de bezoekdag. De bezoekdag is een dag waarbij dat de ouders langskomen. Wat staat er dan allemaal op het programma is eigenlijk een super reuze barbecue waarbij iedereen vlees, verschillend vleesassortiment met slaatjes kan eten. En dan is er ook een zwempartij. We zitten hier net naast de beek. En achteraf is er een grote petit beurtaart. En we proberen ook altijd te werken met een soort thema, een mooi thema, kampthema. Dit jaar is dat Rock Botassar, zoals afgeleid van Rock Werchter. Jullie hebben een kamptraditie. Kan je mij daar iets meer over vertellen? Ja, dat is een petit beurtaart en ze maken dat elk jaar zo in een thema. Vorig jaar was het thema Mario, dus ze hebben die champignon zo daarop gedaan. En het eerste jaar was het ook de Hunger Games. Ze hebben dan ook zo heel die... Ja, heel die vogel daarin gemaakt. Ja. Ja, en dit jaar gaat het waarschijnlijk iets rond die rok zijn. Ik denk dat de koekjestaart begonnen is vanaf vandaag. Ik denk ook vandaag. Ik wist dat zelfs niet van dat verhaal af. 5, 6, 7 jaar geleden. 40 jaar geleden. 20 jaar ongeveer. Ongeveer 5 jaar geleden. 1961 denk ik. Dat is 10 à 15 jaar zijn, denk ik, dat we dat nu doen. Dat begon met een klein taartje, maar naargelang dat we ook meer leden kregen, kwamen er ook meer ouders. Dan moest dat dus ook wel een grotere taart worden. Dus ondertussen is dat wel gigantisch uitgegroeid. Zelf weten wij niet van waar dat die traditie afkomt, maar wij zetten het verder.